allemaal, ik ben Tara Valentine en vandaag laat ik jullie zien hoe ik mijn haar doe. Ik ga mijn haar stylen, maar ik ga dit op een brushing doen lijken. Blijf kijken als je wilt zien hoe ik dit doe. Zoals jullie zien kom ik juist uit de douche en is mijn haar gewassen. Sinds kort ben ik de hairdresser's line van Bumble & Bumble aan het gebruiken. Deze lijn is super herstellend, net zoals de producten van de kapper. Ik gebruik de shampoo en conditioner nog maar sinds kort. Ik denk dat ik mijn haar hier 2-3 keer mee heb gewassen. Maar ik merk nu al dat mijn haar er echt baat aan heeft. Het is veel minder droog dan gewoonlijk en blinkt ook veel mooier. Ik weet eigenlijk ook niet waarom dat ik niet eerder de shampoo en conditioner ben beginnen gebruiken, want ik ben groot gebruiker van de primer van deze lijn. Dit gaat mijn haar primen, zodat het beter in model blijft zitten. En dit gaat er ook voor zorgen dat mijn haar beschermd is tegen de hitte van mijn stijltang of andere hittebronnen. Aangezien ik zo dadelijk mijn haar in model ga brengen met de stijltang, wil ik zoveel mogelijk volume omdat ik dit op een brushing wil doen laten lijken. En dit productje gaat me daarbij helpen. Dit is de Bumble & Bumble's Blow Dry Surf Foam Spray. Eerst ga ik hem opschudden en dan breng ik hem in banen aan in mijn haar. Zo, en de spray zit erin. Je kan er nu voor kiezen om een haardroger te nemen en echt aan je wortels ook goed te gaan blazen met de haardroger, zodat je eigenlijk nog meer volume krijgt. Maar ik ben niet zo'n fan van de haardroger en mijn haar te samen, dus ik ga dit gewoon aan de lucht laten drogen. Ik ben terug en nu kunnen we aan de slag gaan. Ik pak een klem en mijn steampot. Ik begin met een scheiding te maken in mijn haar. Dit doe ik gewoon met mijn vingers en ik pak gewoon hier eigenlijk de onderste laag van. Ik neem mijn steampot en een dun laagje haar. En de steampot zet ik niet volledig tegen de wortel aan. Ik blijf juist een afstandje van mijn hoofd uit weg, zodat het de volume aan de wortel blijft behouden. Ik ga zachtjes naar beneden met mijn steampot. En als ik bijna op het einde ben, dan draai ik mijn tang naar binnen toe. En dit doe ik met heel mijn haar. Het is eigenlijk niet zo moeilijk. Dus je pakt een lok, je blijft bij de wortel weg, we gaan naar beneden. Op het einde van ons haar knijp ik mijn tang goed dicht, draai ik met mijn tang naar binnen toe en dan laat ik het los. Zo, de onderste laagje is gedaan. Ik ga een tweede laag maken en hier gewoon een beetje hetzelfde doen. Ik neem weer een dun laagje. Blijf van mijn wortel weg. Ga zachtjes naar beneden. En krul naar binnen toe. Zo, en dan gaan we nog het bovenste laagje doen. Ik neem hier een verdeling langs de twee kanten. Ik doe eigenlijk hier nog een stuk en hier nog een stuk van. En dan laat ik mijn kroon, zeg maar, het middelste gedeelte hier, nog even vast. Omdat dit een deel is dat ik echt heel precies wil doen. En nu zit ik bij mijn kraan. En hier ga ik nog voor de laatste keer één laagje van afnemen. En dat is dit achterste laagje.
Dit gooi ik naar rechter en dit steek ik terug samen vast. En zoals jullie misschien kunnen zien, stijl ik hier als het ware echt volume in. Omdat ik omhoog ga met mijn tang, zet ik de wortels recht en dan valt het hier automatisch voller, omdat dit stuk recht staat. Zo, nu dat dat laagje ook is gedaan, kan ik dit stuk los gaan gooien. Ik ga naar boven met mijn stijltang en draai dit naar buiten toe. En dan neem ik dit blokje. En dit ga ik gewoon naar buiten toe vegen. En dit is hoe ik mijn haar in nog geen kwartiertje netjes in model breng. Vond je deze video leuk? Geef dan zeker een duimpje omhoog. Wil je meer video's zien? Abonneer dan gratis op mijn kanaal. Tot snel!